Dus moet ik nog bij? Ja hoor, kom er maar langs. Ja hoor. Waar ben je eigenlijk aan begonnen nu? Ja, dat vreeg ik me eigenlijk nog wel eens af. Ja. Ja, eigenlijk is het over het algemeen heel leuk. Ja. En het geeft een heel grote meerwaarde. Want akkerbouwer op zich is een heel saai beroep aan het worden. Je ziet binnen hem mensen mee. Jij hebt personeel. Je bent heel veel alleen bezig. En dit brengt heel veel gezelligheid ook mee. Het is een dagbesteding. Het is geen, ja, je noemt het een werkplek. Hè? Maar het is meer een dagbesteding. Om ze gewoon een zinvolle dag te aan. En dat is ook heel belangrijk voor een mens. Wij moeten ook een beetje bezig wezen, want anders gaan we ons eigen vervelen en hem een rottigheid uit te zoeken. En als je bezig bent altijd en jij je werk, dan neemt dat niet. Maar er waren ook mensen bij die waren er heel huiverig van. Daar ben we eigenlijk vanaf nul binnen we dat opgebouwd als ze niet bij de kinderen waren. En ook heel strikte moe aan bepaalde... cliënten die me er geschikt voor vonden om daar naartoe te gaan. En er zijn ook cliënten die daar absoluut niet naartoe kunnen. Dus ze moeten een klein beetje voorspelbaar wezen. Cliënten die te onvoorspelbaar binnen, dat wekt een beetje angst op. Voor die ouders ook is dat ook een bepaalde angst, want het is toch de kostbaarste bezet even. Hey? Kom, dan gaan we de kipjes eten geven. Ja, ja, leuk. En waar zitten de kipjes altijd? Ga maar kijken. Ja, ga maar naar het hok. Wat? Veel poepjes. Veel poepjes, hè? Ik ben Eline. Ik heb net het grasveld hier zo bij de dieren schoongemaakt. Nou, dan ga ik eerst verhalen over wat ik ga doen. En ik heb een speciaal... programma waar het allemaal op staat. Wat mag je bijvoorbeeld niet met de kinderen doen? Ik mag ze niet optillen. Bijvoorbeeld. En wat ga je nu doen? Ik ga nou mijn spullen opruimen. Oké. Hey, bedankt hè. Alsjeblieft. Doei. Hey. Maar hoe kijk je er als nuchtere boer tegenaan? Wat de meerwaarde is. Leg uit. Ja. Onze huis die ben ook, toen namen de akkerwende jongen, toen ben die geboren. En die ben ook altijd hiermee naartoe gegaan, die loopt hiermee. En dat ging heel goed bij de cliënten. Dus vandaar wisten wij eigenlijk wel dat het moest kunnen. Ben je gelukkig? Ja. Waar zit hem dat geluk in? Alles dat ik buiten zie. Dan ben je s'ochtends ook uit baden komen. Ja. Maar jij verschijnt. Schijn de zon met je mee, met antwoorden en altijd van hoe dat voor elkaar krijgt. Ja, 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 buig, ja, buig, ja, buig, ja, buig, ja, buig, ja, 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 ja,